3, 2, 1, go! Mijn nummer 2. Oh, dit doe je vaker! Oh, oh, dit is gewoon gemeen. Jij bent... Goedemorgen, het is zondagmorgen. Goedemiddag allemaal. Hi. Je kijkt naar een special van Brandstof deze keer. Sorry, Nana, heel even tussendoor. Fysicist, want deze keer is Tamara te gast. Dat gaat de hele tijd zo door eigenlijk. Mijn naam? Ja. Oh. Ja. Ja, ziet er goed uit. Ja. Oké, okay, top. Thanks. Dank je, schat. Ja, oké. Okay. Eerder was het natuurlijk al hier omdat je ging vertellen over het seizoen. Ja. En nu zit het erop. Inderdaad. En het was zo'n succes de vorige keer. Dat is goed, hè? Wacht even, nog even de lipgloss bijwerken. Even tuiten, Tamar. Even tuiten. Yes. Zijn we goed? Ja. Ja, top. Ja, oké. Okay. How you doing? Very good. Ja, very good. Ja, het leven gaat goed, de zon schijnt goed. Ja. Dus ik voel me gewoon goed. Je bent ook niks veranderd, hè? Jij ook niet. Meestal veranderen mensen altijd in de loop van de jaren. Dat is ook zo. Ja. Maar het is een paar maanden geleden. Niet, Okay. En wat was het hoogtepunt van het hele seizoen? Dat was toch wel de botox. Ik heb eindelijk de lippen die ik altijd al mijn hele leven wou. Ja, ja, ja. En ik werk niet eens. Dus, Oh, sorry. Kan door mijn lip fillers. Ga je ervan boeren, hè? Ja. Dat is het enige nadeel. Ik heb onwijs genoten van alle afleveringen dat ik wilde proosten op jullie zijn gewoon. Oh, wat drink jij? Niet veel hoor, ik moet nog rijden. Cheers, Nan. Cheers. Op je brandstof, hè? Ja, en op Julie en Tamara. Trouwens, jullie zijn laatst bij de Coke Free Sticks geweest en daar heb je een jongen verrast. Ja, echt superleuk. Was dat leuk? Ja, echt een schatje om te zien. Oh, wat leuk. Nou, dit is een stukje van de video. Loop je nou? Jezus. Blijf ordinair. Zullen we nog even foto's maken? Dan kan ik hier boven mijn bed hangen. Is goed. Ja. Nou, je gaat lekker snel, meid. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond ze super geweldig. Ja. En wij zijn natuurlijk allemaal voor... Ja, je kan de video bekijken. Check even de beschrijving, daar vind je de link. Eten! Jij hebt dat jij het eten mee had genomen deze keer. Ja, de vorige keer had jij het gedaan en ik dacht, ik betaal nu. Oh, dat is wel lief. Ja, hè? Ja. Oh. Dat is één zak, dit is de andere zak. Wat is het allemaal? Dit zijn chili burgers. Ja. En urenknals. Oh, hier heb ik er nog één. Wat is je bedoeling? De lippen, hè? Ik wilde eigenlijk vragen, wat de fuck is je bedoeling met al dit? Dit is de Ik ben voor Obesitas Challenge. Zoveel eten als kan in 2 minuten voor je obesitas. Voor je obesitas. Tot nu toe zeg je allemaal dingen die ik mijn kijkers niet probeer aan te praten. Het is niet dat het slecht is, maar het is gewoon anders dan dat ik dat... Anders, ja. Ja, net zoals de moslims en christenen. Dat is ook anders. Ik ga ze even uitpakken, maar dan kan ik ze snel opeten. Nee, dat is vals spelen. Mag niet? Oké, dan pak ik hem weer in. 2 minuten de tijd. Ik zou zeggen 3, 2, 1, go! Ben je heel goed in? Mm-hmm. Heel goed. Je moet 1 broodje afhalen, dan gaat het beter. Je verzint gewoon ter plekke de regels. Ja. Zonder broodje, oké. Okay. Ja. Zonder broodje. Nummer 2. Ah. 51 seconden. Oh jeetje. Dit doe je vaker. Ja. Oh, dit is gewoon gemeen. Jij bent... Oh, dit is zo niet gemant. Nee, dat is niet gemant, hè. Ah, kut. Tijd is over. Nou, mag ik wel dooreten? Tuurlijk mag ik dooreten. Thanks. Luister, omdat dit een hele Julie en Tamara special is en het is laatst natuurlijk Valentijnsdag geweest, dacht ik, laten we alle kijkers nou eens de kans geven om tips te vragen. Leuk. Sabrina vraagt, hoe moet ik iemand vertellen dat ik verliefd op hem ben? Weet je, Sabrina, je moet gewoon een WhatsAppje sturen. Hey, Luc, hoe heet hij? Ik vind je leuk. Ik had dit laatst nog gedaan, zei ik, hey schat. Ik zag je laatst lopen, hè? Toen dacht ik, wauw, jij bent echt vet knap. Laten we morgen naar de bios gaan. En wat denk je? Nou, lag je in mijn bed, hoor. Oké, okay, ik dacht de bios. Daarna dan. Suus vraagt, hoe maak je het uit op een normale manier? Hetzelfde, WhatsApp. Hé hey, schat, ik zag je laat staan. Ik dacht, ik maak het uit. Ja. Hey. Oh, Nana. Ja? Even, Tamara is weer aan het glimmen. Jeetje. Nee, je ziet er de hele tijd voorbij komen. Ik zou zeggen, kom anders gewoon even bij. Dit is de fysiciste van Julie en Tamara. Melissa de Koning. Jij maakt dus Julie en Tamara elke keer helemaal op. Yes. Je maakt ze prachtig. Dankjewel. Wat is nou het geheim van Julie en Tamara? Het zijn gewoon al natural beauties, dus dat, dat is heel makkelijk. We doen echt nep wimpers op. We gaan echt gewoon, echt camouflage aanbrengen. Puntjes.
puntjes op de i, hè? Puntjes op de i, inderdaad. Ja. Haren gaan erop, dus dat duurt wel effies. Haren erop. Extensions wilt ze waarschijnlijk. Extensions, ja, clip-ins. Ik ben toch niet kaal? Nee. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat zie je ook op jouw kanaal, toch? Je hebt een video erover gemaakt. Klopt. We hebben samen een video gemaakt met hoe je een tomatenlook kan maken. Ja, leuk. Zeker even kijken. Heb je nog een tip of een trend wat iedereen eigenlijk moet volgen de komende tijd? Nou ja, Tamara heeft het nu op. De Kylie Jenner lip is natuurlijk al heel hot. Ja. Wat je nu ook heel veel gaat zien, zijn een beetje violet en blauwe lippen. Heel heftig, maar wie weet probeer het uit voor een feestje. Ik zou zeggen, mocht je meer trends en tips willen zien, ze heeft haar eigen YouTube kanaal, ook die vind je in de beschrijving, dus check die eventjes. En thanks, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. High five, girl. Maaike zegt, hoe oud moet je zijn om te daggeren? Wat is dat? Daggeren, dat weet je toch wel? Ik weet echt niet wat het is. Weet jullie dat? Klinkt als paardrijden of zo. Een dekking die heel hard gaat rennen. Nou, dat is het wel een beetje eigenlijk. Maar dan een man op je. Ja, inderdaad, ja. Je bedoelt gewoon een het doen. Ja, maar dan net niet. Gewoon een beetje met je mond. Nee, ook niet. Je kent toch daggeren wel? Nee, ik ken het echt niet. Nou, wat is de ideale leeftijd? 12. I want a big fat booty vraagt, hoe kom ik aan een big fat ass als jou? Nou, gewoon vooral veel McDonald's eten. Ja? En ik heb geluk dat het precies bij mijn kont terecht komt, snap je? Verder niet. Nee. Nou, wat goed. Dus je hebt kans als jij het gaat doen dat je vet dik wordt. Maar bij mij gaat het daar goed. Ik wil even iedereen oproepen om te kijken naar het oude seizoen wat nu gewoon online staat. Vast jullie te maken op zoek naar werk. Houd je in de gaten, want we zijn al bezig met heel veel leuke dingen. Ja, komt er iets aan? Ja. Hier vind je de vorige video's. Eentje met Tamara was hilarisch. 80.000 mensen gingen hiervoor. Tot de volgende keer. Hoi hoi.